Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Pepsi Max. UEFA Champions League sponsors. Ver zijn we. Paris Saint-Germain met het initiatief. En ook de eerste bal tussen de palen. Nee, net niet. Burki zweefde richting de paal. Moest uiteindelijk niet in actie komen. Ja, maar wel goed getrapt, denk ik. Niet zo ver naast. Ja, toch een metertje. Borussia Dortmund heeft toch moeite met de pressing van PSG. Dat is goed. Goed zou voor Emrich aan. Zo. Drie tegenstanders uitgespeeld. Haaland. Gaat hij hem laten? Ja. Sancho. We hebben een bal tussen de palen. En nog eens Hakimi. En Kurzawa ertussen. Ah, Dortmund komt echt wel opzetten. Met een paar slimme aanvallen. En goede kleine loopacties. Een slechte paas van Verratti. Komt Gueye niet veel mee doen. En kijk, nu ligt er weer van alles open. Haaland, gaat hij het proberen? En natuurlijk probeert hij het. Hazard. Nee, Haaland stak zich weg daar achter Marquinhos. En nu moet Piszczek weer die 80 meter terug. Hier is Di Maria. Mbappé. Neymar. Mbappé opnieuw. En weer op Burki. En dan Neymar. Daar is Paris Saint-Germain plots. Twee keer een hele scherpe actie. In 2 minuten tijd. En Dortmund komt met een schrik vrij. Ja, knap van Neymar. Eerst Hazard ontwijken, dan zelf diep gaan. Mooi 1-2 met Mbappé. Haaland, goede kaats is dit. Sancho, Hakimi op volle snelheid. 4 mensen van Dortmund mee. En daar het doelpunt. Jawel. En geen vlag. Het is 1-0 voor Borussia Dortmund. Hij doet het toch weer. Erling Braut, de Haaland. Op het moment dat Paris Saint-Germain sterker werd, slaat Dortmund toe. 8 goals voor Salzburg voor nieuwjaar. En dit is een eerste Champions League doelpunt voor Borussia Dortmund. Mbappé trekt zich op gang. Ah, is iedereen kwijt. Mbappé, daar is de gelijkmaker van Neymar. Een goal getekend. Kylian Mbappé, die dacht het is genoeg geweest. Ik ga even wat laten zien. En als hij dat beslist, ja, dan kan hij zowat alles. Wegleiden Nico van Zagadou. Ja, dat ook een belangrijk moment uiteraard. Ja, wegleiden Zagadou, anders is hij er nooit voorbij, denk ik. Nou, dan zitten we in het laatste kwartier. Dan ben ik toch benieuwd of Dortmund nog voluit wil gaan om een gunstige positie af te dwingen. Haaland, de controle is goed. Oh, what a goal, what a goal, what a goal. Erling Braut, Haaland, dynamiet in de voeten. Wat een manier om opnieuw op voorsprong te komen. Wat een fenomeen. Schitterende assist van Reina. Goed weggelopen. En nu wordt hij wel aangespeeld door die Reina. Wat doet Paris Saint-Germain? Kurzawa en Verratti. Meunier zet aan. Moet even wachten op die bal. Ik kan hem daardoor niet goed terugleggen. Neymar was er heel dichtbij bij de 2-2. Weet ook Tuchel.
op de Winkelaak. Buitenkant. Weer wegleiden. Eerst van Guerreiro. Nog net binnen die twee minuten. Iedereen van Dortmund terug. De vrije trap, de cornelier van Neymar en de kopbal van Thiago Silva. Dat scheelde weinig. En dat was het laatste wapenfeit in deze heenwedstrijd. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken. En Pepsi Max. UEFA Champions League sponsors.